Goedemiddag, goedemiddag. Wat fijn dat u allemaal in zo'n grote getale hier naartoe bent gekomen. Dat doet ons heel erg goed, kan ik u vertellen. En ook de mensen thuis die via de livestream kijken, fijn dat u er bent. Mijn naam is Rianne Letschert en ik ben de onafhankelijke commissievoorzitter, zoals dat net zo mooi gezegd werd door Gert-Jan. En samen met een commissie, onder andere Marianne Hirsch-Balin hier op de eerste rij, Corrie Lauwers, als het goed is, ook in de zaal, ik heb er nog niet kunnen spotten, en André de Jong, werden wij gevraagd ongeveer toch wel 2 jaar geleden om een hele belangrijke opdracht te vervullen. En die opdracht was als volgt. Wij werden gevraagd om een kostenplaatje te maken voor de invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering. En wij werden ook gevraagd om het maatschappelijk draagvlak, voor zover dat niet aanwezig was, te vergroten. En daardoor zijn we misschien ook wel vandaag hier. Dit is voor ons eigenlijk wel het eindstuk, het eindmoment. Ik kijk ook even naar het departement die net ook vriendelijk influisterde. Nou, hierna moet je wel stoppen, Rianne, want het budget is op. Dat is ook de reden waarom u niet een professionele dagvoorzitter hebt, want dat zouden we anders natuurlijk gedaan hebben. Maar daar hebben we geen geld meer voor. Dus u moet het met mij doen en ik ga proberen deze middag, deze anderhalf uur, in goede banen te leiden en alle sprekers aan te kondigen, de vraaggesprekken te leiden en uiteindelijk u ook te begeleiden naar de borrel. Want hoe fijn is het dat we dat weer met elkaar kunnen doen. Al is dat wel met beperkingen nog steeds, gezien ook de oplopende besmettingen. Dus probeer ook daar bij die ruimte dadelijk daar wat rekening mee te houden. In de hoop dat we dinsdag niet weer additionele maatregelen krijgen. Goed, beste mensen. Ik denk dat we hier met veel aanwezigen zijn die nut en noodzaak van het wetboek van strafvordering eigenlijk wel kennen. Er zijn mensen vanuit de keten, er zijn mensen vanuit de politiek. Er zijn studenten, vind ik ook echt heel erg leuk om te zien. Ik ben in het normale leven rector van een universiteit. Dus het is goed te zien dat studenten hier aanwezig zijn die uiteindelijk ook dit nieuwe wetboek, als het er komt, waar we vanuit gaan, zullen moeten gaan bestuderen. En we hopen met elkaar vandaag in gesprek te gaan over dit nieuwe wetboek van strafvordering. Als eerste wil ik graag het woord geven aan een hele belangrijke gast vandaag, namelijk onze gastheer. Wij zijn enorm blij dat we hier vandaag in de Hoge Raad aanwezig mogen zijn. En we zijn nog meer tevreden dat u ook heeft aangegeven enkele woorden tot ons te spreken. En graag geef ik dan nu ook als eerste het woord aan Edwin Bleigroot, de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dank u wel. Dames en heren, goedemiddag. Ook ik heet u graag van harte welkom bij deze bijeenkomst in het gebouw van de Hoge Raad. Eerder deze maand hadden wij in deze zaal leden van de Eerste Kamer op bezoek. En daar hadden wij een vruchtbare gedachtenwisseling over de rol van de wetgever en de rechter in het kader van de rechtsvorming. De betekenis van rechtsvorming door de rechter neemt door de toenemende complexiteit van de samenleving en van het normenstelsel toe. En daarmee ontstaat meer dan voorheen een dynamische verhouding tussen de wetgever en de rechter. Die verhouding vertoont meer trekken van een zoektocht naar een evenwicht dan van een waterdichte scheiding van machten. En die zoektocht nodigt ook uit om met elkaar in gesprek te gaan. En deze bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers van verschillende staatsmachten aan het woord komen en in de zaal aanwezig zijn, kan ook in dat perspectief worden geplaatst. Vandaag wordt de nadruk gelegd op de rol van de wetgever en het belang dat juist het wetboek van strafvordering daarin vervult. Het wetboek vormt als het ware het vlaggenschip van de legislatieve strafvorderlijke vloot. Deze bijeenkomst werd aanvankelijk aangekondigd als een inhoudelijke manifestatie over het nieuwe wetboek van strafvordering. En ik moet bekennen dat de term manifestatie mijn wenkbrauwen licht deed fronsen, want die term associeer ik in de eerste plaats met spandoeken en megafoons en dat is gereedschap dat bepaald niet tot de standaard uitrusting van een procureur-generaal bij de Hoge Raad behoort. Maar ik werd snel gerustgesteld. Ik hoorde dat het om een inhoudelijke bijeenkomst ging.
waarin het belang van een gemoderniseerd wetboek van strafvordering centraal zou staan. En daaraan werk ik graag mee. Ik zal in mijn inleiding dit belang onderstrepen en daarbij in het bijzonder stilstaan bij de verhouding tot de rechtspraak. Het belang van een algemeen wetboek van strafvordering behoeft weinig betoog. Dat belang komt al tot uitdrukking in de grondwet. Artikel 107 van de grondwet draagt de wetgever onder meer op een algemeen wetboek tot stand te brengen op het terrein van het strafprocesrecht. De regeling van het recht in een algemeen wetboek bevordert de rechtszekerheid en de kenbaarheid van het recht. Door regeling in een algemeen wetboek kan ook de onderlinge samenhang en daarmee de overzichtelijkheid van de strafvorderlijke regelgeving worden versterkt. Het belang van de wet als bron van strafprocesrecht komt ook in artikel 1 van het wetboek van strafvordering, van het huidige wetboek van strafvordering, tot uitdrukking. Die bepaling luidt: strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. De bevoegdheid van de overheid tot het maken van inbreuken op de rechten en vrijheden van de burger wordt in dit artikel gebonden aan de wet. Daarmee draagt de bepaling bij aan de democratische grondslag van de Nederlandse strafrechtspleging en dient deze de rechtseenheid en de rechtszekerheid van de burger. De wetgever heeft dus een opdracht tot codificatie meegekregen. Maar als er eenmaal een wetboek tot stand is gekomen, is daarmee niet tot het einde der tijden aan deze opdracht voldaan. Want het is onvermijdelijk dat wetboeken verouderen. En dat geldt zeker ook voor het wetboek van strafvordering. Het wetboek is 100 jaar geleden vastgesteld. En sindsdien is het strafprocesrecht steeds verder ontwikkeld. Daaraan hebben verschillende factoren bijgedragen. Zo heeft het Europees recht een stempel gedrukt op het strafprocesrecht. Maar ook ontwikkelingen in de samenleving hebben gevolgen gehad. De sociale verhoudingen zijn veranderd. Er is meer aandacht gekomen voor de positie van het slachtoffer en nieuwe technologieën zijn beschikbaar gekomen. Ik kom daar nog op terug. De rechtspraak van de Hoge Raad heeft in dit verband sterk aan de rechtsontwikkeling bijgedragen. Typerend is het de auditu arrest. Dat is een arrest dat al stamt uit 1926, het jaar van de invoering van het huidige wetboek. Het ziet op de vraag of de auditu verklaringen, verklaringen van horen zeggen, kunnen bijdragen aan het bewijs. Een dergelijke verklaring kan bijvoorbeeld zijn neergelegd in een procesverbaal van een opsporingsambtenaar. En volgens de toenmalige advocaat-generaal liet het wetboek niet toe dat de rechter een verklaring die niet ten overstaan van de zittingsrechter was afgelegd voor het bewijs zou gebruiken. Maar de Hoge Raad oordeelde anders en heeft het gebruik van die verklaringen van horen zeggen aanvaard. Met enig gevoel voor overdrijving merkte Pompen op dat het de auditu arrest voor het strafprocesrecht meer betekenis heeft gehad dan het hele wetboek. Duidelijk is in elk geval wel dat de nadruk sindsdien is verschoven van het onderzoek ter terechtzitting naar het voorbereidend onderzoek. De rechtspraktijk en de wetgever hebben na het de auditu arrest een beweging naar voren kunnen maken. Een beweging die verder gaat in het voorstel voor een gemoderniseerd wetboek van strafvordering. In een moderne rechtsstaat als de onze kan een wetboek op onderdelen achterhaald raken door ontwikkelingen in de samenleving. En dan zal de rechter gevraagd kunnen worden de kloof tussen de wet en de maatschappelijke realiteit te dichten. Als voorbeeld noem ik de opkomst van de smartphone. Een smartphone bevat vaak veel informatie over het persoonlijk leven van de gebruiker. Veel van die informatie was voor de komst van de smartphone alleen te achterhalen via een doorzoeking in de woning of via het onderscheppen van telecommunicatie. Het wetboek van strafvordering gaf geen antwoord op de vraag of de opsporingsambtenaar die een smartphone in beslag neemt ook onderzoek daaraan mag doen, gegevens mag uitlezen, volledig inzicht te krijgen in contacten, oproep, geschiedenis, berichten en foto's. De Hoge Raad heeft in 2017 voor deze situatie een beoordelingskader vastgesteld, waarbij ook een rol is weggelegd voor de officier van justitie en de rechtercommissaris. En in vervolg op deze arresten uit 2017 heeft de Hoge Raad zich
in februari van dit jaar uitgelaten over het biometrisch ontgrendelen van een in beslag genomen smartphone. De politie ontgrendelde de telefoon door de verdachte te boeien en door de duim van de verdachte op de vingerafdrukscanner te plaatsen. In ons huidige wetboek is daarover niets specifiek geregeld. De Hoge Raad zag het samenstel van bepalingen waarop de bevoegdheid tot inbeslagneming is gebaseerd als een voldoende wettelijke grondslag. En in het voorstel voor een innovatiewet wordt bij dit arrest aansluiting gezocht en wordt wel een specifieke wettelijke grondslag geboden. Uit deze voorbeelden blijkt dat de verhouding tussen de wetgever en de rechter een dynamische is. Het primaat ligt bij de wetgever. Dat wordt ook benadrukt door artikel 107 van de grondwet en door artikel 1 van het wetboek van strafvordering. Maar het wetboek biedt op lang niet alle vragen een antwoord. Soms wacht de wetgever af. Soms zijn er ontwikkelingen in het Europees recht die een antwoord van de rechter vragen. En soms zijn er nieuwe technologieën waarvoor het wetboek ook geen pasklare oplossing biedt. En dan zal de rechter moeten oordelen. De innovatiewet strafvordering voorziet in dit verband in een belangrijk instrument. Het maakt het mogelijk dat rechtbanken en hoven in lopende strafzaken prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. En daardoor kan op relatief korte termijn een beslissing worden verkregen die voor het verdere verloop van de strafzaak van belang is. Te verwachten valt dat deze prejudiciële procedure een belangrijke bijdrage kan leveren aan de rechtseenheid en de rechtsvorming. Soms ook geeft de Hoge Raad aan dat het niet tot zijn rechtsvormende taak behoort om een bepaalde kwestie op te lossen. En dat is een signaal dat de wetgever aan zet is. Als voorbeeld noem ik het arrest over het horen van anonieme getuigen in het bestuursrecht. De Hoge Raad overwoog dat wettelijke regels daarover ontbreken en dat het daardoor onzeker is of anoniem horen wel mogelijk is in dat rechtsgebied. De Hoge Raad riep in het arrest de vraag op of het niet eerder op de weg van de wetgever had gelegen om hierover regels op te stellen. En zulke voorbeelden zijn ook in het strafprocesrecht te vinden. Een voorbeeld vormt de rechtspraak over de reacties op vormverzuimen. De Hoge Raad heeft zich aan de vooravond van een nieuw wetboek van strafvordering terughoudend getoond om nieuwe lijnen uit te zetten. En ook de rechtspraak over rechtsbijstand tijdens het politieverhoor ademt die terughoudendheid. In 2009 overwoog de Hoge Raad dat dit onderwerp beleidsmatige, organisatorische en financiële keuzes vergt die de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten gaan. Een paar jaar later, in 2014, riep de Hoge Raad de wetgever op om de vereiste wettelijke regeling met voortvarendheid tot stand te brengen. En kort voordat de Europese richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat binnen afzienbare termijn geïmplementeerd zou moeten worden, ging de Hoge Raad ervan uit dat de keuzes inmiddels wel waren gemaakt en aanvaarde hij dat een aangehouden verdachte in beginsel het recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor door de politie. Korte tijd later werd dit recht in de wet verankerd. Deze voorbeelden van de dynamiek tussen wetgever en rechter illustreren dat het tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wetgever en de rechter behoort om bij te dragen aan de rechtsontwikkeling. De rechter past de wet toe in concrete gevallen aan de hand van interpretatiemethoden. De rechter probeert daarbij op zoek te gaan naar de bedoeling van de wetgever. En soms moet de rechter een knoop doorhakken als de wetgever heeft gezwegen. En die vruchtbare wisselwerking tussen de wetgever en de strafrechter is wezenlijk voor het goed functioneren van de democratische rechtsorde en voor de ontwikkeling van ons strafprocesrecht. Onze rechtsstaat kan niet zonder. Het strafprocesrecht kent veel voorbeelden waarbij de Hoge Raad een koers heeft bepaald waarna de wetgever deze van een wettelijke basis heeft voorzien. Ik noemde al een paar voorbeelden. Een enkele keer heeft de wetgever de rechter ook gecorrigeerd, of neutraler gezegd, een andere koers gevaren door een nieuwe wetgeving te initiëren die juist haaks staat op de uitleg die de rechter heeft gegeven. En omgekeerd heeft de rechter de wetgever herhaaldelijk gecorrigeerd als toepassing van de wet zou betekenen
dat mensenrechten in verdragen zouden worden geschonden. Dat is allemaal onderdeel van de dynamiek tussen wetgever en strafrechter. En die dynamiek heeft bijgedragen aan de vernieuwing van ons recht, maar tegelijkertijd aan het verouderingsproces van ons wetboek. Door de vele wijzigingen op belangrijke onderdelen is het huidige wetboek onoverzichtelijk geworden. Het wetboek is uit zijn voegen gebarsten. Ontwikkelingen als de verschuiving naar voren in het strafproces, de veranderde rolverdeling tussen de officier van justitie en de rechter, de versterkte positie van het slachtoffer en de verbetering van de rechtspositie van de verdachte onder invloed van Europa verdienen een plaats in een gemoderniseerd wetboek met een eigen structuur. Uiteindelijk is het daarbij te doen om de rechtseenheid, de rechtszekerheid, de overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van ons strafprocesrecht. Dank u wel. Veel dank. Hij kreeg een seintje dat hij het nou ging doen, maar ik twijfel toch nog hoor. Ik ga toch even mijn microfoon pakken, dat is toch beter. Heel veel dank. We hebben nu een surprise moment bedacht, hè? We gaan een beetje deze kant op. Wij kregen namelijk, je blijft bij mij dan hè? Ja, ik blijf bij. Wij kregen namelijk vandaag wat mediavragen van het zou toch leuk zijn als ik het nieuwe wetboek, wat er dan al zou zijn in de belevenis van de mensen die dat vroegen, zou overhandigen. Dat kwam vanuit media. Toen heb ik ze natuurlijk moeten teleurstellen dat het nieuwe wetboek er nog niet is. Dat ligt niet aan ons, zult u begrijpen. Dat ligt aan heel veel factoren, gaan we ook nog bespreken vanmiddag. Maar we hebben wel het rode boekje. Dat rode boekje, dat is dit boekje. Dat krijgt u straks allemaal als u deze zaal verlaat. En in dat boekje staan allerlei interviews met betrokkenen rondom dit hele programma, waarin u nog eens rustig kunt nalezen waarom dit wetboek er moet komen. En het leek ons leuk, ook voor het fotomoment voor de krant, om dan dit boekje te overhandigen. Dus dat gaan we nu doen. Zo, opgelost. Kijk eens. Oh, dan moeten we boksen, denk ik, hè? Oh ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Heel veel dank. Zo, ook opgelost. Dan gaan wij meteen door en het is een grote eer voor mij ook nu om mijn mede-commissielid professor Marianne Hirsch-Balin aan te kondigen, die enorm veel werk heeft verzet in onze commissie. Zij is de inhoudsdeskundige, ik doe maar wat praten. En zij is degene die in al die sessies met alle ketenpartners voor gezorgd heeft dat we echt op koers bleven. Ze is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ik geef jou heel graag het woord. Hartelijk dank, Rianne. Geachte aanwezigen, het is voor mij een grote eer en een genoegen om vandaag als lid van de commissie implementatie nieuw wetboek van strafvordering, oftewel de commissie Letschert, dat is toch wat makkelijker, te mogen toespreken over het belang van het nieuwe wetboek van strafvordering voor samenleving en voor strafrechtketen. Bij dat belang en wat er voor nodig is dat te verwezenlijken in het kader van de implementatie, heb ik samen met mijn mede-commissieleden en in goede samenwerking met de strafrechtketen de afgelopen 2 jaar uitvoerig stilgestaan. De vele gesprekken met de partners uit de strafrechtketen hebben ons geleerd dat de implementatie van zo'n nieuw wetboek een mega-operatie is. Maar wel een mega-operatie die ook nodig is voor een toekomstbestendige regeling van ons strafprocesrecht. Een mega-operatie die veel nieuwe kansen biedt om een evenwichtig en adequaat functionerende strafrechtketen blijvend te waarborgen. In het meest recente concept van de toelichting op het nieuwe wetboek van strafvordering worden in de inleiding mooie woorden gewijd aan de ontwikkelingen in het strafprocesrecht die aanleiding geven tot modernisering. In de kern gaat het erom dat er veranderingen of verschuivingen zijn in de doelstelling van de regeling van strafprocesrecht vanwege de, ten opzichte van 1926, inderdaad al bijna 100 jaar geleden, het jaar dat het huidige wetboek in werking is getreden, ten opzichte van die tijd veranderde maatschappelijke context. Zo hebben de rechten van verdachten en slachtoffers meer aandacht gekregen en zijn die rechten meer omvattend geworden. En ook is de aard van de criminaliteit veranderd en het spectrum van sancties aan maatregelen en maatregelen aanzienlijk verbreed. En verder is de strafrechtspleging internationaler geworden en de samenleving gedigitaliseerd.
Die veranderde maatschappelijke context, die ook veranderingen en verschuivingen teweeg brengt in het wat en waarom van regeling van strafprocesrecht, is dus reden om dat strafprocesrecht te herijken, te moderniseren. Om een evenwichtig stelsel van strafprocesrecht te behouden dat aansluit bij hoe vandaag de dag wordt gedacht over de positie van en verhouding tussen procesdeelnemers, moet het recht immers in verbinding staan met de samenleving. En hiervoor heeft de heer Bleijgrot in dat licht al stilgestaan bij de opdracht van wat we ook wel noemen de strafvorderlijke legaliteit. Het willen hebben van een in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving kloppende wettelijke basis heeft al dus vooral een rechtsstatelijke achtergrond. De samenleving als geheel is daarbij gediend. Kort gezegd, de basis van het strafprocesrecht moet van tijd tot tijd tegen het licht worden gehouden en worden herijkt om de verbinding te houden met die samenleving. Dat maakt voor de burger voorzienbaar wanneer en onder welke voorwaarden het te maken kan krijgen met overheidsoptreden in het kader van het strafrecht. En voor alle mensen die in de strafrechtspleging werkzaam zijn, maakt een overzichtelijker en vollediger wetboek bovendien duidelijk aan welke voorwaarden zij zijn gebonden bij hun optreden. Een belangrijke bijdrage aan dit doel wordt geleverd door het herstructureren en herordenen van de huidige bepalingen. Zo komt er een einde aan de vele aanvullingen van bepalingen betreffende bijzondere opsporingsmethoden, die nu genummerd worden als 126 MBA of 126 ZPA. Maar de herijking van ons strafprocesrecht op basis van de huidige maatschappelijke context vraagt dus ook dat we, en daar ligt natuurlijk een belangrijke opdracht voor de wetgever, beoordelen of onderwerpen anders geregeld moeten worden, of dan wel nieuwe onderwerpen een plek moeten krijgen in dat nieuwe wetboek. En ik zal dit inzichtelijk proberen te maken aan de hand van het voorbeeld van de digitale opsporing. En ook ik haal daarvoor de smartphone uit de kast. Een van die veranderingen in de samenleving die noopt tot herijking van ons strafprocesrecht betreft de digitalisering van de samenleving. Dat heeft betrekking op bijvoorbeeld de digitalisering van de samenwerking tussen ketenpartners, de betekening van gerechtelijke stukken of het gebruik van audiovisuele registraties als bewijs en op het voorzien van een wettelijke regeling voor digitale opsporingsmethoden. Zoveel mogelijk is bovendien in het nieuwe wetboek gestreefd, of in het ontwerp daarvoor, naar het techniek onafhankelijk formuleren van bevoegdheden. En dat moet eraan bijdragen dat het wetboek over 10 jaar niet opnieuw verouderd zal zijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hamert in zijn uitspraken over de inzet van digitale methoden door overheden op de bijzondere verantwoordelijkheid van lidstaten. Van staten die vooraan lopen wat betreft de ontwikkeling van geavanceerde nieuwe technologieën mag worden verwacht dat zij ook voorop lopen in de totstandkoming van adequate normeringsstructuren. En daar ligt dus ook een opdracht voor Nederland. Op dit moment vinden nieuwe digitale opsporingsmethoden normering in het recht op ad hoc basis door uitspraken van rechters die bestaande grondslagen uit het wetboek naar analogie toepassen in die digitale context. En voorbeelden zijn de al genoemde smartphone, de gedwongen biometrische ontgrendeling ervan en ook het zogenaamde open bronnenonderzoek. En bij gebreken van daarop toegesneden wetgeving lijkt dat bovendien tot in de rechtspraak ontwikkelde aanvullende voorwaarden voor de toepassing van opsporingsmethoden in de digitale context. En zo wordt het beslag en het onderzoek aan de smartphone gebaseerd op bepalingen die gaan over beslag op voorwerpen en het doen van onderzoek daaraan. En de gedwongen biometrische ontgrendeling op de bevoegdheid handelingen te treffen om het voorwerp onder zich te gaan houden. Om recht te doen aan de uiteenlopende ernst van de met deze bevoegdheid gepaardgaande inbreuk op de persoonlijke levensfeer. De vergelijking kan gemaakt worden tussen kijk naar de laatst gebelde nummers of probeer met geavanceerde technologie grip te krijgen of een zoektocht te doen door de WhatsApp-geschiedenis of alle foto's en video's aanwezig op een smartphone. Op die basis heeft de Hoge Raad aanvullende voorwaarden gesteld. Afhankelijk van de te verwachten inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is een andere autoriteit, de opsporingsambtenaar, de officier van justitie of de rechtercommissaris, bevoegd te beslissen over het onderzoek aan de smartphone. En vergelijkbare aanvullende voorwaarden zijn bijvoorbeeld ook te herkennen bij het open bronnenonderzoek. Dat wordt gestoeld op de bepalingen over het inwinnen van informatie. En afhankelijk van de aard van de ingreep, de intensiteit van de zoektocht, gelden daarvoor in de rechtspraak gestelde aanvullende voorwaarden. In het nieuwe wetboek wordt de opsporing geregeld in boek 2. Het onderzoek aan gegevens neemt in die nieuwe opzet een centrale plaats in. Daartoe behoren ook digitale methoden. Nieuw zijn onder meer specifieke bepalingen voor het onderzoek aan de gegevensdrager, locatiebepaling en open bronnenonderzoek.
Voor praktijk en voor de burger die te maken kan krijgen met strafvorderlijk overheidsoptreden, is van groot belang dat de wetgever deze stap naar voren zet en voorziet in specifieke bepalingen voor digitale opsporingsmethoden. En dat is dus ook urgent voor de opsporingsinstanties om gebruik te kunnen maken van technologische ontwikkelingen in complexe onderzoeken naar verdachten die zelf ook gebruik maken van de nieuwste technologie en opereren in complexe structuren. En ook voor iedere burger die moet kunnen weten wanneer en onder welke voorwaarden de overheid gebruik mag maken van dergelijke bevoegdheden. Dat digitale opsporingsmethoden een specifieke regeling krijgen in het nieuwe wetboek is dus zonder meer een belangrijke en onmisbare stap. Rondom die stap spelen tegelijkertijd ook nog aanvullende vragen. Zo is een belangrijk punt van discussie in hoeverre we met de nieuwe bepalingen voldoende flexibiliteit voor de praktijk behouden bij weer nieuwe technologische ontwikkelingen. Die flexibiliteit moet worden afgewogen tegen de belangen van de burger, op grond van de wet te weten in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de strafvorderlijk optredende overheid inbreuk mag maken op zijn persoonlijke levenssfeer. Het is de vraag of we dit genoeg ondervangen met enkel de techniek onafhankelijke formulering van die bepalingen. Het is immers lastig in te schatten of de bij die bepalingen gestelde voorwaarden ook recht doen aan de inbreuk op de privacy die met eventuele nieuwe technologie kan worden gemaakt. Voorts speelt nog de vraag of de inzet van datakoppeling en analyse door artificial intelligence, waaruit voor de opsporing relevante informatie kan voortvloeien, een basis behoeft in het nieuwe wetboek. De discussie over een wettelijke basis voor inzet van dergelijke bevoegdheden speelt nu in verband met het multidisciplinair interventieteam dat voor de uitoefening van dergelijke bevoegdheden wordt opgericht in de strijd tegen de zware georganiseerde ondermijnende criminaliteit. En ook zijn we nog niet uitgedacht over de rolverdeling tussen de officier van justitie en de rechtercommissaris op basis van de vooraf in te schatten ingreep op de persoonlijke levenssfeer door toepassing van digitale methoden. Steeds nadrukkelijker worden zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het Hof van Justitie van de Europese Unie in het vereisen van rechterlijke controle vooraf bij inzet van methoden, juist in die digitale context. Deze vragen betekenen evenwel geenszins dat we met het nieuwe wetboek niet op de goede weg zitten. Als gezegd, het voorzien van een op de digitale context toegesneden wettelijke basis voor opsporingsmethoden is noodzakelijk en ook urgent voor zowel de actoren in de strafrechtspleging als voor iedere burger. De aandachtspunten die ik opbracht sluiten daarbij aan en kunnen nader worden uitgedacht in het parlementaire proces nadat de Raad van State zijn advies heeft uitgebracht. Door de komst van het nieuwe wetboek van strafvordering is nu de wetgever aan zet om te bewaken dat nieuwe strafvorderlijke methoden ook in de toekomst op een evenwichtige wijze kunnen worden toegepast. Dank voor uw aandacht. Heel veel dank, Marianne. Het wordt een terugkerend ritueel. Veel dank, Marianne. Ik reed vanmorgen hier naartoe. Ik woon wat meer in het zuiden. En toen was ik de podcast aan het beluisteren die we gemaakt hebben. Want niet iedereen leest graag. Dat zal in deze zaal wat minder het geval zijn. Maar er is dus ook een podcast over het wetboek van strafvordering. En daar wordt Fred Westerbeke geïnterviewd, korpschef van Rotterdam. En die zegt, ten aanzien van jouw punt rondom flexibilisering en ook in de toekomst dat dat nodig is, dat er wellicht een adviescommissie zou moeten komen die wat sneller kan adviseren over dat soort aanvullingen, innovaties, vernieuwingen. En dat is misschien wel een mooie vervolgklus voor jou. Als deze commissie stopt, hè? Ik bedoel, je valt toch in een zwart gat na deze dag. Goed, beste mensen, we gaan door. Want we hebben geen pauze. We gaan echt in vogelvlucht gaan we door dit wetboek heen. En dat gaan we nu doen met een van de ketenpartners. En u moet weten, toen wij 2 jaar geleden begonnen, toen ging de commissie alle ketenpartners langs. Dus wij gingen toen nog fysiek op bezoek, dat kon toen nog. Dus dat is meer dan 2 jaar geleden inmiddels. En een van mijn bezoeken samen met de commissie was bij Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Voor mij waren al deze bestuurders nieuw, zal ik ook eerlijk zeggen. Niet de keten, ik heb ook rechten gestudeerd, maar de personen in de keten waren wel nieuw. En toen werd mij ingefluisterd, Rianne, Henk is heel streng.
En dat wetboek is misschien ook niet echt iets waar hij nou heel erg vrolijk van gaat worden. Er zat wat zaggerijn misschien een beetje in de keten rondom het wetboek. Dus ik ging daar met knikkende knieën naar binnen, Henk. En volgens mij hadden we na een half uur een heel goed gesprek. En sindsdien is dat goede gesprek gebleven. Ik vind het heel fijn dat je hier bent. En we horen graag jouw bijdrage voor deze middag. Dan zul je zo gaan horen hoe positief ik ben over dat wetboek van strafvordering. Hoe zaken kunnen verkeren. Geachte aanwezigen, dank dat ik ook in de gelegenheid word gesteld om hier kort iets te zeggen. Ik zal zo overigens ook iets over audiovisuele registratie vertellen en met name ook ingaan op de pilot die we binnenkort hopen te starten. En waar we volgens mij heel veel vragen die jij ook formuleert, daar wellicht al kunnen beantwoorden. Als u op een verjaardagsfeestje begint over de modernisering van het wetboek van strafvordering, vermoed ik dat u een glazige blik zult krijgen. Maar als u dan vertelt dat honderden knappe koppen bezig zijn de basis voor opsporing, vervolging en berechting rigoureus te wijzigen, spitsen wellicht de oren zich toe. En als u dan nog eens vertelt dat Nederland aan de vooravond staat van een strafrechtelijke revolutie, dan merkt u misschien dat mensen aan de andere kant van de ruimte langzaam naar u toe beginnen te schuifelen. Oké, dat is misschien een iwat theatrale voorstelling van zo'n feestje, maar ik wil natuurlijk ook graag dat u uw oren spitst. En de kern klopt. Het huidige wetboek is verouderd, noodloos complex en eigenlijk niet meer werkbaar. De rechtspraak is dan ook, let wel, groot voorstander van het moderniseren van dit wetboek. Ik word blij van een toekomstbeeld met een veel toegankelijker wetboek van strafvordering, met daarin heldere procedures en goed geregelde rechtswaarborgen voor met name verdachten, getuigen en slachtoffers. Een wetboek dat hen een overzichtelijke catalogus van rechten biedt, rechten die op onderdelen zijn versterkt. En een wetboek waarmee de waarden van onafhankelijk en onpartijdige rechtspraak gewaarborgd blijven. En waardoor rechters meer regie krijgen voorafgaand aan de zitting en meer mogelijkheden voor de behandeling van de zaak op maat. Door schriftelijke procedures, verwijzing naar de rechtercommissaris en regiezittingen. Dat klinkt mij goed in de oren. Met de innovatiewet, die hopelijk volgend jaar ingaat, krijgen we de kans om met een pilot enkele onderdelen te testen. Zo ontmoet een deel van het nieuwe wetboek de praktijk. Dit is ook spannend, want er zijn ook zorgen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe manier waarop audiovisuele registraties worden uitgewerkt in de innovatiewet. In plaats van uitgeschreven verhoren kunnen in de toekomst opnames hiervan worden ingediend, vergezeld van een toelichting. Een belangrijke stap, want bewegend beeld biedt de rechter meer context dan een uitgeschreven verklaring. De exacte eigen woorden van een verdachte of getuige zijn zo te horen. De non-verbale communicatie, die soms boekdelen spreekt, krijgt een plek in het dossier. Maar het is ook veel arbeidsintensiever. Een verhoor kan uren duren en als video's van begin tot eind moeten worden bekeken, zijn rechter en griffier naar verwachting dubbel zoveel tijd kwijt. De grote efficiëntieslag aan het begin, het niet hoeven uitschrijven van verhoren, leidt zo tot een enorme toename van werkdruk en doorlooptijden aan het eind. In een pilot willen we samen met politie en OM onderzoeken wat in de praktijk werkt en wat er in een bijgevoegd procesverbaal moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld of volstaat als wordt aangegeven waar het door politie en OM als bewijsmiddel aangeduide deel precies staat. En ook waar het ontlastend materiaal te vinden is. Maar we hebben nog wel wat meer denkwerk te verrichten. Want hoe stel je de authenticiteit van de beelden vast? Hoe verwerk je ze in de bewijsvoering, in de bewijsmotivering? Een beeld is op zichzelf niets. Je zult het moeten waarnemen, duiden en er conclusies aan verbinden ten aanzien van de telastlegging. Moet de rechter aangeven wat hij ziet en welke conclusies hij hieraan verbindt? En dat delen met de verdachte en het OM? Dus toch nog de toevoeging van zijn waarneming in het vonnis opnemen? Dat alles willen we in de pilot uitzoeken. En, het werd net al aangestipt, hoe zit het met de privacy van getuigen of slachtoffers? Of komen hun verhalen op beeld linea recta, ongeblurd in het dossier? En als dat niet zo zou zijn, heeft de verdachte dan nog wel het volledige dossier?
Allemaal inhoudelijke vragen, maar er spelen ook tal van organisatorische. We zullen rechters moeten opleiden, zodat zij zich het nieuwe wetboek eigen kunnen maken. Werkprocessen veranderen en het wordt een hele kluif om de IT-kant van het verhaal voor elkaar te krijgen. In een tijd waar de hele strafrechtketen aangeeft tekort te komen, verhogen we juist de werkdruk. De modernisering van het wetboek, die broodnodig is, kan alleen slagen als we hier oog voor hebben. Als we zorgen dat er genoeg politieagenten, genoeg officieren en genoeg rechters zijn. Als we realiseren dat zij alleen hun werk kunnen doen door de hulp van duizenden ondersteunende collega's. Als we politie, OM, advocatuur en rechtspraak de stabiele en robuuste financiering geven waarom de rechtsstaat schreeuwt. De impact van de modernisering van het wetboek van strafvordering zal generaties na ons nog voelbaar zijn. Want zo groot is waar we mee bezig zijn. En als we het doen, moeten we het goed doen en moet de toekomst bestendig zijn. Een toekomst waar ik naar uitkijk. Dank u wel. Dankjewel, Henk. Wat fijn voor zo'n groot publiek. Dat staat op de record, hè? Dat snap je. Wettig bewijs is... Wettig bewijs bij deze, met al deze getuigen. Ook de rechtspraak gaat volledig mee. Henk, even serieus. Het was, ik denk, overtuigend, als ik het zo om me heen zie. Jij noemt net het belang van het wetboek en je noemt ook de uitdagingen die er zijn. Met name als het gaat over de bijscholing, de hele digitale infrastructuur. Maar wat in jouw belevenis heeft de rechtspraak nou daadwerkelijk nodig om te zorgen dat deze implementatie succesvol gaat verlopen? Nou ja, ik denk... Kijk, we praten nu, we mikken op ongeveer 2026, zeg ik uit mijn hoofd. Dat betekent dat we nog 5 jaar voor de boeg hebben. En die 5 jaar hebben we gewoon heel hard nodig om als organisaties in de strafrechtketen, en dat zijn er veel meer dan OM, politie en rechtspraak, om meer in control te komen. En wat ik al zei, ik denk dat we de komende jaren de IT op orde moeten brengen. Zorgen dat we er klaar voor zijn, genoeg mensen hebben, adequaat gefinancierd worden. Zodat we over 5 jaar ook kunnen zeggen, we zijn er klaar voor. En ik hoor het me zeggen, in controle zijn in het strafrecht gaat nooit lukken. Maar meer dan nu zou wel wenselijk zijn. Ik hoor jou niet het beroemde bedrag noemen, wat wij uiteindelijk op tafel hebben gelegd. We zijn hier ook vandaag om wellicht daar nog een zetje te kunnen geven. Want jij zegt, we hebben genoeg mensen nodig, dus je hebt additionele capaciteit nodig. Maar we hebben als deel van de opdracht een raming gemaakt wat het uiteindelijk kost aan incidentele kosten om dit wetboek de hele keten in te krijgen. Hoe belangrijk is dat voor de rechtspraak, dat dat bedrag uiteindelijk in het coalitieakkoord gaat komen? Wat op dit moment... Naast dat bedrag voor die 200 rechters extra. Precies. Dat, ja. 150 miljoen. 150 miljoen, hè? Ik verstond je niet. Maar daar zijn daarnaast rond het wetboek van strafvordering heel concreet invoeringskosten en structurele kosten. En als het gaat om de rechtspraak, pakweg 27 miljoen voor invoering. En uit mijn hoofd gezegd 17 miljoen structureel jaarlijks aan kosten om het werk te kunnen blijven doen. Ja. Nee, ik denk dat dat belangrijk is voor degenen die nog niet het commissieadvies hebben kunnen lezen. Dat zou ik zeer aanraden. Daar staat namelijk in dat er een claim gedaan moet worden voor om en nabij 450 miljoen aan incidentele kosten die over 5 jaar worden uitgespreid. Dus het is echt niet meteen het eerste jaar en dan is dat geld nodig. Dus dat kan over 5 jaar. Kijk ook even de politiek aan. Hallo, welkom. Want dat is namelijk wel wat nodig is om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat deze enorme wetgevingsoperatie in die keten ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Veel dank, Henk, dat je hier was, bent. Fijn. Even kijken. We gaan nu door naar een andere heel belangrijke ketenpartner. De politie. Al hier in mooie uniformen aanwezig. Fijn, Hanneke. Hanneke Ekkelmans, lid van de korpsleiding, is hier vandaag bij ons. En ook de politie heeft met man en macht gewerkt, moet ik ook nog even apart benadrukken, afgelopen jaren, om mee te werken in allerlei verschillende trajecten rondom die kostenramingen, maar ook in allerlei labsessies om gewoon te oefenen.
Marianne Valk zie ik hier op de eerste rij zitten, een van de grote trekkers vanuit de politie. En dat ziet u vaak niet, hè? Dat er natuurlijk achter de schermen de afgelopen 10 jaar heel hard gewerkt is, niet alleen aan het schrijven van het wetboek en de consultaties daaromheen, maar ook in aanloop naar uiteindelijk deze dag. En voor al die mensen wil ik misschien toch nu even vast een applaus vragen in plaats van op het einde. En ik zie Hanneke instemmend knikken, dus je bent het helemaal met mij eens. Aan jou het woord. Ja, dankjewel. Dames en heren, het is mijn eer en genoegen om hier te mogen staan in deze mooie zittingszaal. En het is ook wel mooi om hierbij te kunnen dragen aan het, ik zou haast zeggen, het is geen manifestatie, maar laten we zeggen het promoten van het belang van een nieuw wetboek van strafvordering en de mogelijkheid om ook aan de slag te kunnen met een nieuw wetboek van strafvordering. En misschien enige inleidende opmerkingen. Allereerst, het deed mij deugd dat er even aarzeling was of Henk Navens misschien een vreselijk strenge man was en dat het een moeilijk gesprek zou worden voor degene die in de zaal zitten en dat kunnen plaatsen. Ik kan u geruststellen, de lichting 88-2 is een uitstekende lichting en daar valt prima zaken mee te doen. Dit is voor degene die Rajoland nog gekend hebben en begrijpen hoe die wereld in elkaar zit. Een ander punt is, en dan grijp ik ook even terug naar mijn eigen historie, een eerdere wijziging in het wetboek van de strafvordering, die ik in ieder geval ervaren heb als een majeure verandering. En dat was de wijziging van de wetgeving rond de bijzondere opsporingsbevoegdheden. En dan kijk ik hier in de zaal, en ik had hem al gewaarschuwd. Ik herinner mij dagenlang op de hei, waar wij onder bezielende leiding van Gert Haverkaten uitleg kregen, en hoe zit dat nou in elkaar? En dat heb ik voor ogen als ik mij realiseer wat voor grote verandering ons te wachten staat. En dan nog een laatste opmerking. Als er zulke goede sprekers voor je zijn geweest, die allerlei mooie voorbeelden al gebruikt hebben, dan betekent het dat ik nu ga improviseren. Want ik ben uitstekend voorbereid door collega's die zo hard gewerkt hebben aan de hele totstandkoming van dit traject. En die hebben ook goed nagedacht en hebben mij goede voorbeelden gegeven. Maar sommigen zijn al langsgekomen, sommigen zijn zelfs al 2 keer langsgekomen. Dus de kunst is om dat net even anders te doen. Dus dat zal ik ook doen. En ik zal proberen om hem zoveel mogelijk te benaderen vanuit datgene wat voor de politiepraktijk zo ontzettend belangrijk is als het gaat om het wetboek van strafvordering. En ik zeg kort een paar dingen die eigenlijk al gezegd zijn, maar dat is ook voor mij om even warm te draaien en daarna te improviseren voor u. Er is volgens mij geen aarzeling over dat het wetboek van strafvordering een van de fundamenten van de rechtsstaat is. En dat het ongelooflijk belangrijk is dat de staat waarin dat wetboek is en benut kan worden, past bij de ontwikkeling in de rechtsstaat. Als je kijkt naar de politie is het wetboek, ik heb het in een eerder interview al een keer gezegd, een soort gereedschapskist. En ik probeer dat dan, als ik het aan collega's uitleg wat het belang is van een nieuw wetboek van strafvordering, vraag ik ook in feite aan hen om te visualiseren dat als je de gereedschapskist hebt waar alles een beetje rommelig in zit en je de dingen zoekt die je op dat moment nodig hebt, dat dat kostbaar tijdsverlies is. Dat is iets waar mijn collega's sneller op zullen reageren dan misschien andere argumenten. En dat het tegelijkertijd ook erom gaat dat het to the point is, passend is voor de vraag die er op dat moment ligt. En als je op die manier benadert en je bedenkt, je krijgt zo'n hele gloednieuwe, glimmende, mooie, nieuwe gereedschapskist waarmee je aan de slag mag om te doen wat burgers, wat maatschappij van ons vraagt, dan is die gereedschapskist ongelooflijk belangrijk. Wat ik me ook realiseerde, en dat kwam net in het kleine gesprek naar voren, is dat het ook heel belangrijk is om in dit gezelschap te benadrukken, en dat is een geluid richting politiek, dat het natuurlijk niet gaat zonder steun politiek, inclusief de middelen om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Want anders is er prachtig werk verricht door heel veel mensen die hun ziel en zaligheid erin gestopt hebben. Maar is het antwoord dat we het niet waar kunnen maken omdat het maar half kunnen implementeren. Het is een hele grote operatie. Dat nieuwe wetboek van strafvordering, waarin de opsporingsbevoegdheden helder beschreven zijn, helder geordend zijn, geeft voor ons ook de legitimatie voor het optreden van de politie. Ik hoef u niet uit te leggen dat in een situatie waarin de politieoptreden onder de loep ligt
En ik zou zeggen, elke camera is er meestal op gericht. Hè? Dat zijn de hele kleine praktische dingen. Dat als daar geen duidelijkheid over is. Duidelijkheid allereerst voor de burger. Omdat zij beknot worden in hun rechten. Maar ook voor de politie om zeker te weten dat het optreden rechtmatig is en passend is. En ik kies bewust geen, af en toe geen juridische woorden. Omdat in de wereld van de politie de vraag is, hoe is het handzaam? Hoe kan je ermee werken? Hoe kan je zorgen dat datgene wat gevraagd wordt ook op een goede en navolgbare, controleerbare wijze uitgeoefend wordt? Nou, en dat is op dit moment af en toe echt heel ingewikkeld. Ik heb een eigenlijk prachtige voorbeelden langs zien komen. En ik ga er een paar uithalen, omdat ik u graag iets wil meegeven van hoe het voor mijn collega's is om voor hen in hele logische ontwikkelingen hun werk te moeten doen, maar tegelijkertijd de regelgeving echt knap ingewikkeld in elkaar zit. En ik pak ze even uit het brede spectrum van ons werk. Als het gaat om politiewerk wat volledig geënt is op een fysieke wereld, dan weten we eigenlijk vrij aardig wat er wel en wat er niet kan. Er zijn natuurlijk altijd interessante dingen die nog niet scherp zijn, maar daar zijn we eigenlijk best wel ver in. Maar kijken we naar de digitale wereld, hoe ziet dan politiewerk eruit? Als wij heel vanzelfsprekend praten over surveilleren op straat, het is een woord wat we nu anders noemen, maar surveilleren klinkt overzichtelijk. Hoe doe je dat dan op internet? Wat mag je wel, wat mag je niet? Hoe zorg je dat er helder is dat als je uit open bronnen allemaal informatie kan halen, maar daarmee eigenlijk, als je dat dagelijks blijft doen, stelselmatig beeld verwerkt van hoe iemand functioneert, hoe die denkt en wat die doet, dan weten alle juristen in de zaal dat het opeens een heel andere vraag is. Voor mijn collega's is dat in eerste instantie gewoon kijken, zo van, ja, maar wat spookt iemand uit? En ik zit in een, ik doe het op internet, ze hebben het er zelf opgezet, ik kan het zelf bekijken. Als je die werelden niet goed bij elkaar brengt in een taal die begrijpelijk is voor uitvoerende instanties, dan heb je echt een probleem. En als ik dan kijk naar het traject wat er gelopen is en de mogelijkheden die nu in het nieuw wetboek van strafvordering gezet worden, dan weet ik zeker dat dat gaat helpen in de politiepraktijk. En daarmee ook in het vertrouwen tussen burger en politie, burger en overheid, omdat het transparant is wat de mogelijkheden zijn. Ik schuif helemaal naar de andere kant van het spectrum. Het voorbeeld is ook al langs gekomen. Kijk naar al de data die we hebben. Wij communiceren mooie resultaten over een in beslag genomen encryptie en data, hele grote verzamelingen van gegevens. Nu is het zo dat als in het ene onderzoek de mogelijkheden om die data te benutten anders zijn dan in het andere onderzoek. Wat ook logisch is, en het is net prachtig uitgelegd, omdat daar de individuele afweging zit, de individuele uitleg. En dan is er natuurlijk allemaal context en feiten omheen, hè, want anders klinkt het misschien iets te veel willekeur. Ik hoop dat u dat er niet in hoort. Maar dat zijn precies weer andere afwegingskaders. En daar moet dan mee gewerkt worden om te zien hoe we in de praktijk heel graag artificial intelligence in zouden willen zetten. Maar hoe doe je dat dan op het moment dat er geen goed afwegingskader is, waarbij er ook een ethische vraag in zit. Ik merk wel eens dat er verbaasd gekeken wordt als dat vanuit politie gezegd wordt. Ik hecht er ook aan om te benadrukken dat als we kijken naar de mogelijkheden die er zijn, dat bij ons de interne discussie ook altijd is, fijn dat het technisch kan. De volgende vraag is, kan het juridisch? Maar er is ook een derde vraag. En de vraag is dit ethisch ook verantwoord om te doen? Welk kader, welk afwegingskader zet je in op het moment dat je de mogelijkheid zou hebben? Die hoort ernaast te lopen en die mag ook van ons verwacht worden. En dat is een breder gesprek dan alleen voor de politie. Dat is een breder gesprek eigenlijk met allerlei maatschappelijke partijen. En ik hoop ook dat die discussie, dat die meer op gang gaat komen. Want in de techniek van het wetboek van strafvordering gaan we dingen regelen, maar het is maar een deel van de vraag die er ligt. En misschien moet ik nog een aanvullende vraag formuleren. En misschien zijn er alweer kandidaten in de zaal die ik zou kunnen benaderen om hier een rol in te kunnen spelen. Maar dat zou ontzettend helpen voor ons. Wat ik tot slot hierover zou willen zeggen, want de voorbeelden en het belang. Ik denk dat degene die ervan overtuigd zijn waarom dat wetboek van strafvordering nodig is, dat degene in de zaal zijn of degene in de livestream. Maar hoe bereiken we al die anderen om helder te maken dat dit nodig is?
Maar wat ik daarnaast zou willen zeggen, wat betekent dit om dit in te voeren? Wat betekent dit om ervoor te zorgen dat gewerkt gaat worden, begrepen gaat worden in de praktijk, wat voor wijzigingen dit oplevert? Nou, ik sluit niet uit dat dat in de vervolg van deze bijeenkomst nog even aan de orde komt, maar het is een gigantische operatie. Ik schreef net op, was een mooie formulering, ik kan mijn aantekening al niet meer vinden. Een giga-operatie hoorde ik geloof ik zeggen. Ja, het is een giga-operatie en een giga-operatie die ook vraagt dat er geluisterd wordt naar wat het betekent in de verschillende, ik beperk me even tot de ketenpartners, wat het betekent om dit voor elkaar te krijgen. Voor politiewerk geldt niet dat je kan zeggen van goh, we gaan eens 5 dagen met z'n allen op de hei zitten en we zijn niet beschikbaar, want we zijn nu bezig met ons het nieuwe wetboek van strafvordering eigen maken. Het werk gaat door en tegelijkertijd moet daarbij van alles geleerd worden, eigen gemaakt worden, toepasbaar gemaakt worden. En zoals al namens de rechtspraak gezegd werd, maar ik denk dat ik dat ook nog wel vanuit de OM mag zeggen, dat betekent dat het een enorme inspanning is, dat capaciteit vraagt, geld vraagt en dat moet dus ook geregeld worden. Wil je dit op een fatsoenlijke manier van de grond krijgen? En je moet het op een fatsoenlijke manier van de grond willen krijgen, omdat dat iets is wat de rechtsstaat van ons vraagt. Dank u wel. Je komt ook nog even terug, hè? Het stond in mijn script. Ja, script. Bij jou niet. Nee. Jij noemt terecht, denk ik, dat tijdens de verbouwing de winkel open moet blijven. Ja. Daar komt het op neer. En ik kan me herinneren, toen wij in de eerste besprekingen van ons conceptadvies met jullie in gesprek waren, met ook de verschillende mensen die hier aanwezig zijn. En die zullen dadelijk het belletje voelen rinkelen of horen rinkelen. Op een gegeven moment hebben wij in ons commissieadvies gezegd, dat betekent dat ook vanuit de Haagse werkelijkheid, in die periode van de piek van de implementatie, er niet allerlei andere grote beleidsinterventies of andere wetgevingstrajecten op de keten kan worden uitgestrooid. Dat gaat gewoon niet werken, want dan moet het eigenlijk beleidsarm zijn. Dat zeiden wij als commissie. Toen zei een van jullie, dat is naïef, Rianne. Dat gaat nooit gebeuren in Den Haag. Ik wil te kijken. En nou vind ik naïviteit verweten worden helemaal niet erg. Want ik vind het ook onze verantwoordelijkheid als commissie om wel dit signaal te geven. Dat het kan misschien naïef zijn, maar op het moment dat je tijdens zo'n majeure operatie ook nog allerlei andere trajecten over je heen krijgt, ja, dan moet je vragen of dat de absorptiecapaciteit van je, of je instelling dat aan kan, of de keten dat aan kan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe schat jij dat in de komende, als we, hè, stel we gaan die trein uiteindelijk echt van het perron afkrijgen. Hoe schat jij dat in de komende jaren? Nou, allereerst ben ik ontzettend blij met dit signaal. Omdat zonder dit signaal ik onmiddellijk zou zeggen van ja, dat klinkt fijn, maar dat gaat niet gebeuren. En ik denk dat het een heel krachtig signaal is dat er ook goed naar geluisterd moet worden. Wat wij zien nu is, ik geloof dat het laatste kaart gebracht is, dat er een paar honderd implementatieopdrachten, in ieder geval voor de politie al liggen. En deze is zo groot dat daar inderdaad weinig bij kan. En ik hoop dus ook van harte dat we dat stevig terug kunnen duwen. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik, dat is in Europa niet automatisch uit te leggen. Want het valt natuurlijk niet altijd evenveel terug te duwen. Maar het is ongelooflijk belangrijk dat er, ik zou zeggen niks, maar dat is niet reëel. Maar zo min mogelijk bij komt, wil dit realistisch zijn. Ja, oké. Okay. Heel veel dank, Hanneke. Laatste applaus. Goed, dan gaan wij nu naar een nieuwe setting. Dat betekent dat wij gaan zitten aan deze mooie tafel. Ik hoop dat de mensen achter daar ook nog iets van meekrijgen. En dan wil ik graag uitnodigen de secretaris-generaal van ons ministerie, Dick Schoof. En directeur-generaal rechtspleging en rechtshandhaving, Anneke van Dijk. En dan mogen jullie aan die kant gaan zitten. Volgens mij maakt links en rechts niet meer uit. Want we moeten deze microfoon even gaan pakken. Zal ik in het midden gaan? Helemaal goed. Er staat water. Zo. Zo mensen, er wordt veel van u gevraagd. Hè? U heeft 1,5 jaar achter een Zoom gezeten. Dus in principe ga ik ervan uit dat u dit allemaal aan kan. Anders was u nu natuurlijk gaan multitasken al lang misschien. Hè? Dat is dan ook wat mensen doen. Dat kan niet, want dat zien wij nu. Fijn hè? Zo weer bij elkaar. Ik begin bij jou, Anneke. We hebben een aantal vragen voor jullie voorbereid, maar we gaan daar af en toe ook wat vragen aan toevoegen. Hè? Dat moet kunnen.
Wat mij opviel de afgelopen periode is dat er in het hele traject rondom ook de commissie, maar ook het, zeg maar de schattingen die we gemaakt hebben, dat er heel erg samen in de keten werd gewerkt. En je hebt daar ook een belangrijke rol in gehad. Hoe kijk jij daarop terug, op die ketensamenwerking? En wat zouden jouw wensen voor de toekomst daarin zijn? Ik kijk inderdaad terug op wel een heel mooi wetgevingsproces. Hoewel ik ook wel direct wil benadrukken, eigenlijk is pas de allereerste stap in het hele wetgevingsproces gezet. Hè, met de voorbereiding van een regeringsvoorstel, zou je kunnen zeggen. Dan ga ik er maar even optimistisch van uit dat een volgende regering dat tot de haren maakt. En daarna volgt natuurlijk gewoon, we krijgen nog een advies van de Raad van State. En ik mag toch aannemen dat ook de Tweede en Eerste Kamer dit niet met een druk op de knop zullen laten passeren. Hè? Daar volgt nog een heleboel. Maar ik denk dat in het voortraject er geweldig goed is samengewerkt tussen alle partijen voor wie dat nieuwe wetboek van strafvordering relevant is. Dus van begin af aan is er om te beginnen geïnventariseerd. Goh, waar zitten nou de problemen met het huidige wetboek? Hè? Aan de hand van een aantal grote belangrijke thema's. Daar is ook de wetenschap bij betrokken. Hè? Maar ook alle ketenpartners zoals ze hier vandaag ook hebben gesproken en meer. advocatuur, ook heel nadrukkelijk aanwezig. Slachtofferhulp, hè? Dus iedereen die ook een rol speelt in dat hele proces. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want het wetboek moet natuurlijk ook vooral gaan werken voor de mensen die daar in praktijk dat elke dag moeten gebruiken. En wat ik ook heel mooi aan het proces vond, dat is dat je dan ook in één keer alle belangen als het ware aan tafel hebt. Want iedereen speelt ook zijn eigen rol in dat hele proces en je werd ook geconfronteerd met elkaars wensen. En ja, wat goed werkt voor de een, ja, soms moet de ander dan net even een veer laten. Zo probeer je er samen het beste strafproces van te maken. Dus ja, ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ik kan me nog wel bepaalde discussies herinneren dat er op een gegeven moment gezegd werd, justitie moet meer regie nemen. Of juist misschien een beetje op afstand blijven. Dus daar zat ook wel wat spanning. Hè, van hoe sterk moet die rol van het ministerie zijn? Hoe heb je dat zelf Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Want ik vond dat soms wel eens, niet een paradox misschien, maar wel ook een moeilijke positie voor een departement. Aan de ene kant een keten die misschien wat regie wil, maar ook vanuit autonomie en onafhankelijkheid ook een eigen koers wil kunnen blijven varen. Maar op dit traject bleek duidelijk dat die regie nodig was. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het dan toch zo dat al die wetten worden natuurlijk voorbereid gewoon onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Hè. En daarin speelt zo'n departement dan in dat opzicht ook altijd een rol. Ook wel als degene die het dan uiteindelijk ook op papier moet zetten en soms ook wel knopen moet doorhakken en keuzes moet maken. Dat probeer je zoveel mogelijk samen te doen. Ja, soms kom je er niet uit en dan hak je ook een knoop door. En dan is natuurlijk ook altijd nog de politiek die de minister die er uiteindelijk over gaat. Ja. Ja. Ja, dat is. En zeker in deze spannende maand. Ja. Is dit een hele belangrijke opmerking. De ministers. De toekomstige ministers. Dick, wij mogen tutoyeren. Hadden wij afgesproken. Ja. Hè? Anders moet ik nou ineens gaan schakelen. Ik heb de afgelopen paar maanden heel vaak de beweging naar voren moeten uitleggen. En als Marianne dan niet bij was, dan was dat ook best wel af en toe ingewikkeld. Want Marianne weet als geen ander hoe die beweging naar voren eruit ziet. En ik had vanmorgen een interview met de Telegraaf met Fred Westerbeke samen, ook over dit traject. En daar werd ook natuurlijk vanuit de journalist doorgevraagd over die beweging naar voren. En de vraag concreet is, wat koopt een slachtoffer, getuige of een verdachte nou met die beweging naar voren? Kun je dat ook voor onze studenten hier in de zaal, lijkt me dat nou een mooi thema. Ja, ik ga het heel eenvoudig uitleggen overigens. En het is overigens wel een mooie vraag, hè, want we hebben het hier heel veel over heel veel partijen gehad. Maar eigenlijk nauwelijks nog over de verdachte, de getuige of in het bijzonder de slachtoffer. En als ik het heel kort samenvat, dan is het eigenlijk gewoon dat het. Tenminste, dat was ook een van mijn vragen toen ik als nieuwe secretaris-generaal werd geconfronteerd met het nieuwe wetboek van strafvordering. En wat levert het op? Gaat het helpen om de processen sneller te laten verlopen? Want een van de belangrijkste klachten over het totale proces, ik zal me heel genuanceerd uitdrukken, is toch dat het te lang duurt. Nou, en men heeft mij ervan overtuigd dat het zo is. En ik denk dat eigenlijk alle partijen, maar ook zeg maar de getuigen, de verdachte en het slachtoffer, belang hebben
bij een snelle en natuurlijk kwalitatieve rechtspraak. En dat de kwaliteit toeneemt door het nieuwe wetboek van strafvordering. Dat kan elke jurist hier denk ik uitleggen, maar dat kan ook elke procesdeskundige of bestuurskundige uitleggen. Als je zeg maar iets wat zo oud is, gewoon fatsoenlijk nog weer een keer helemaal totaal moderniseert. En Anneke, dan ga ik toch even nog terug naar jou. Dat was een goed antwoord, hè? Dat wil ik niet zeggen. Maar ik ga toch even doorvragen op dit thema. Het voelt een beetje. Maar wat maakt het dan, denk jij, dat die doorlooptijden, dat is natuurlijk een ambitie die door in heel de keten gedeeld wordt, die door de Algemene Rekenkamer al eerder werd genoteerd als zijn, die doorlooptijden die zijn veel te lang. Wat is het voor jou waardoor je zegt, dat gaat nou dat verschil maken, om ook die doorlooptijden aan te pakken? Ik wil hier ook wel iets van een nuancering op aanbrengen. Ik zou zeggen, een wet zelf bepaalt natuurlijk nooit wat de doorlooptijd is. Het gaat er ook altijd om welk gebruik maak je nou van de mogelijkheden die zo'n nieuw wetboek biedt. En dat vraagt denk ik ook straks in de hele implementatie daar ook een hele goede samenwerking op. Dus de wet biedt de mogelijkheid om de hele zaak zo goed mogelijk voor te bereiden en dan helemaal goed voorbereid op zitting te brengen. Dus de officier kan zijn hele opsporingsonderzoek afronden, de rechtercommissaris kan non-stop doorwerken en dat biedt hele goede mogelijkheden. Daar moet je dan ook wel samen gebruik van maken. Vraagt ook iets van de verdediging voor het indienen van onderzoekswensen. Dus het biedt mogelijkheden, zeker. En het gaat er ook om daar zo goed mogelijk gebruik van maken. Omdat ik ook wel denk dat alle partijen zich er echt van bewust zijn dat een hele lange procedure in niemands belang is. Ik vind het mooi dat je nu ook de positie van de verdachte noemt, ook in relatie tot de verdediging. Want dat zou anders vandaag niet aan bod komen, omdat we daar niet nog een spreker voor hebben. Maar het is natuurlijk wel van belang om ook te noemen wat we in het commissieadvies hebben genoemd, dat als de verdediging ook in die fase meer mogelijkheden krijgt, dat dat ook gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de gesubsidieerde rechtsbijstand. En dat is niet waar onze commissie over ging, maar dat is wel iets wat ook moet worden meegenomen. Want als je een mogelijkheid gaat bieden aan die voorkant, maar het is eigenlijk een wassen neus, omdat dan de verdediging die rol niet kan pakken, ja, dan hebben we ook weer iets uit te leggen als samenleving. En ik ben blij dat je het even noemt, ook voor degene in de livestream of in de zaal die denken, goh, maar waar is dan die verdediging? En is de advocatuur niet heel kritisch op dit wetboek? Werd me vanmorgen ook gevraagd. Nou, volgens mij niet dat ze het volledig afschieten. Dat is tenminste niet wat ik heb gehoord de afgelopen periode. Maar wel op dit punt van die beweging naar voren en die gesubsidieerde rechtsbijstand. En dat is een ander traject dan waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Maar we hebben het wel uitdrukkelijk genoemd in ons advies. Dus fijn dat jij dat ook hier nog even naar voren brengt. Dick, dan ga ik toch weer naar jou. Zeg maar, als je kijkt naar de advisering die wij hebben gedaan rondom de invoering van het wetboek, met name ook als het gaat over bijvoorbeeld de omscholing van 100.000 mensen in de keten hebben we het over, waarvan ongeveer 50.000, als ik me goed heb laten informeren, binnen de politie. Dat is één deel van de uitdaging. Een ander deel zit hem in die digitale infrastructuur en in de informatievoorzieningsprocessen, met een mooi woord. Daar lopen ook andere programma's over in het departement. De programma Digitalisering Strafrechtketen. Hoe kijk je aan tegen die beide implementatietrajecten, ook vanuit jullie rol als departement? Dat zijn echt niet te onderschatten implementatieprocessen. Laten we dat nog een keer zeggen. Dat is echt, en Henk Navers had het erover, over de, wanneer we denken dat het dan ingevoerd is, als alles snel is, dan praten we over 2026. Dat kan je bijna niet uitleggen, want dan denken mensen, ja, zo ingewikkeld kan het toch niet zijn. Maar ja, het is wel zo ingewikkeld, omdat al die partijen moeten erbij betrokken worden. En dat betekent dat echt iedereen daarop geschoold moet worden. Dat is antwoord één. Antwoord twee is, over de informatisering in de strafrechtketen zijn de afgelopen jaren eindeloze boeken volgeschreven. Over zowel over de keten als de afzonderlijke organisaties. En als ze één ondertoon hebben, dan is het dat het eigenlijk niet goed genoeg is. Ik zie wel één belangrijk lichtpunt. En dat is dat we eigenlijk in de coronatijd hebben we uiteindelijk heel goed met elkaar moeten kijken. Want de rechtbanken moesten ook dicht. En vervolgens stokte dus het totale proces. En toen hebben we opnieuw met alle partijen om de tafel gaan zitten en gaan kijken van ja, maar nou moeten we die achterstanden gaan wegwerken. Dan moeten we wel van elkaar weten hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En eigenlijk voor het eerst hebben we heel gestructureerd naar die informatievoorziening gekeken door de keten en zowel gekeken van wat is het effect van wat de een doet ten opzichte van de ander, maar bovendien niet alleen aan de technische kant
En aan de proceskant, maar ook een inhoudelijke kant. Wat is een inhoudelijke beleidsmaatregel? Wat heeft dat voor effect op die ander? En ik denk dat we daar de komende jaren heel veel plezier van gaan beleven. Dat we, als we dat weten vasthouden. Nou, er zijn allerlei maatregelen getroffen om dat proces vast te houden, overigens, tussen al die partners. Dus dat is echt cruciaal dat we dat blijven doen. Ja, en tot slot, het is natuurlijk essentieel dat het incidentele bedrag waar jij over sprak, wat overigens wel over meerdere jaren verspreid loopt, dat we dat natuurlijk wel krijgen om dit uiteindelijk te realiseren. Want anders dan komt het, denk ik, onvoldoende van de grond. En dan hebben we zo meteen wel een wetboek, maar geen implementatie of een onvoldoende implementatie. En dat is het paard achter de wagen spannen. Ik kan het niet simpeler zeggen. Ja, dat lijkt me een bijna onmogelijke situatie. Dat het wetboek er zou komen zonder dat de incidentele kosten gedekt zouden worden of vanuit de keten zelf moeten worden. Ja. Dat wordt wel een ingewikkelde. Ja, nee, hij wordt heel ingewikkeld, maar niet zo onmogelijk in Den Haag. Dus daarom is het denk ik goed om dit heel expliciet te benadrukken. Ik hoop dus ook oprecht. Door de procureur-generaal is net gezegd, manifestatie maakt het toch een beetje ongelukkig indruk. Maar manifestatie eindigt normaal gesproken met zo'n soort opdrachten. Het zou wel mooi zijn als we hier met elkaar de zin voor het regeerakkoord zouden kunnen maken. Ja. Ja, want meer dan een zin zal het niet zijn, want ik lees overal een dun regeerakkoord. Ja. Maar dat die zin er wel in staat. En dat er ook bij staat dat het geld beschikbaar komt. Ja. Nee, dat is ook wat wij als commissie steeds benadrukt hebben. Dat je nu in dit regeerakkoord moet daar een zinsnede over dit traject worden opgenomen. Als daarna een minister weer moet gaan lobbyen om dat geld voor elkaar te krijgen. Ja, dan heb je echt het risico dat het een soort lijk in de kast wordt. En dat je over een aantal jaar dat wetboek weer uit de kast moet pakken. Met opnieuw al die projectgroepen te gaan laten draaien die al 10 jaar lang aan de gang zijn. Ja, dat moet je gewoon niet willen. Maar dat kan me niet voorstellen, want stel, er staat een dijk op instorten, of een weg, of een brug, dan laten we dat ook niet gebeuren. En dit is uiteindelijk natuurlijk toch de juridische infrastructuur die, ik zal niet zeggen, op instorten staat, dat is te populistisch. Maar we zitten er wel dichtbij in de buurt. Dus ik kan me toch niet voorstellen dat ook vanuit de coalitiepartners deze hete aardappel weer vooruit wordt geschoven. Nou, ik ben naïef, ik ben naïef, dat heb je al gehoord, hè? Nee, maar alle voortekenen zijn gunstig, hè? We hebben een hele unieke stap kunnen maken. Ja, dat is overigens voor de insiders in Den Haag. Andere mensen kun je het niet uitleggen. Maar dat wij een wetsvoorstel naar de Raad van State hebben kunnen sturen zonder dat er financiële dekking bij zat, is uniek. En die stap hebben we wel kunnen maken. En die heeft het kabinet ook gemaakt. En overigens ook de minister van Financiën. En dus dat geeft al aan hoe zwaar dit onderwerp wordt genomen. Dus ik ga ervan uit dat we de partijen kunnen overtuigen. Nou, we hebben natuurlijk de motie Eliand gehad, ik zie hem hier ook aanwezig, die ervoor gezorgd heeft dat in ieder geval ook weer noodzaak van dit hele traject onder de aandacht is gebracht. Dus we hebben het volste vertrouwen natuurlijk nog, hè, tot het moment daar is. En anders moeten we misschien toch gaan staken of het Malieveld. We zijn natuurlijk altijd van die aardige, vriendelijke burgers, maar dat is voor later. Goed, is er nog vanuit jullie een laatste noodkreet of oproep die je zou willen delen met de samenleving? Overal wordt het gekeken vandaag. Vanavond op Nieuwsuur. Nou ja, ik kan gewoon iets verbeteren wat je net gezegd hebt, Rianne. Dus ik denk dat het dat we echt een hele belangrijke stap zouden zetten met de invoering van dit nieuwe wetboek. En dat moet er uiteraard aan alle randvoorwaarden worden voldaan, zoals jij die ook zo mooi hebt uitgedrukt. Inclusief denk ik ook het koppelen van de hele IT-opgave daaraan. En dat is echt een enorme opgave. En wat je ook zegt, het is een basisjuridische infrastructuur. Waarvan het ook echt belangrijk is voor de samenleving dat die op orde is. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Kenbaar recht. Ja. Ja, precies. Heel veel dank voor jullie mooie antwoorden. Graag gedaan. Ja. Applaus. Ja, en dan tot slot, last but not least, Gerrit, nodig ik uit voor het laatste vraaggesprek Gerrit van den Burg. Niet alleen voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, maar ook, en dat is voor de studenten zullen dit niet weten, Gerrit, jij bent ook voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad en soms het BKB Plus. Misschien moet je dat toch eens even uitleggen. Ja, je keek erbij toen je het uitsprak. Ik moest het ook leren. Alsof toen het een vieze smaak heeft. Het bestuurlijke ketenberaad is het beraad waar de partners uit de strafrechtelijke keten bij elkaar komen om samenwerkingsgericht
de gezamenlijke uitdagingen en knelpunten te lijf te gaan. En je hebt dan BKB normaal, zoals we dat noemen. Dat zijn de partners van de rechtspraak, van de politie en van de executie. Vertegenwoordigd door de directeur van CEB. En dan heb je het BKB Plus. Daar zitten de partners in die ook heel erg veel te maken hebben met de invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering. Denk daaraan reclassering, slachtofferhulp Nederland, rechtsbijstand uiteraard. En zo nog een paar koninklijke marechaussee en zo nog een paar collega's. Zo moet je dat ongeveer zien. Ja, kijk, ik wist het inmiddels. Ik moest het weten. Maar dat is natuurlijk ook de tafel waaraan allerlei discussies rondom dit traject worden besproken. En dat is ook mooi dat die lijntjes zo kort zijn, omdat je uiteindelijk ook naar die implementatie toe elkaar voor een groot deel nog vast moet blijven houden. En dan is het wel fijn dat daar ook een bestuurlijk gremium voor is, waar jij dus de voorzitter van bent. Maar allereerst wil ik met jou praten over jouw rol als officier van justitie. Want we hebben de rechtspraak voorbij zien komen, de politie, justitie zelf, het departement. Als ik jou nou vraag, wat is voor jou de grootste winst van dit wetboek vanuit het perspectief van het OM? Wat zou je dan noemen? Nou, ik zou allereerst beginnen met systeem en balans. Ik denk niet dat er één of twee punten er echt uitspringen dat ons werk heel erg gaat verbeteren. En natuurlijk wel een aantal opsporingsbevoegdheden die wat makkelijker kunnen worden ingezet en meer toegepast in deze tijd. En natuurlijk ook wat versnelling op allerlei gebieden. Daar hebben de voorgaande sprekers al een paar woorden aan gewijd. En belangrijke woorden aan gewijd. Het gaat om de systematiek en de balans in een nieuw stelsel wat overzichtelijk, ordentelijk en modern is. En dat we de wet uit 1926... met nota bene de grondwetgever als opdrachtgever aan de wetgever echt naar 2021, 2026 maatstaven kunnen brengen. En dat is ook het belang voor het Openbaar Ministerie. En als ik dan als officier van justitie zou kijken, dan zie ik wel een aantal belangrijke versnellers die ook al eerder zijn gezegd, zowel in de toepassing van de opsporingsbevoegdheden als ook in de mogelijkheid om multimedia en opname rechtstreeks aan het dossier toe te voegen. En natuurlijk ook die voorfase. Maar daar wil ik wel iets over zeggen. Ga die voorfase, dus meer naar de voorkant. We moeten denk ik met elkaar opletten dat dat geen mythische vormen gaat aannemen in de beeldvorming rondom dit wetboek. Ben je daar bang voor? Nou, ik ben zelden bang. Gelukkig. En zeker niet beroepshalve. Ja. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. Het is heel erg belangrijk dat regie door de rechtercommissaris kan worden gevoerd en dat de officier van justitie aan de voorkant al heel intensief met zijn onderzoek bezig kan zijn. En dat de rechter, als de inleiding tot het proces er is geweest, opdrachten kan geven. Maar in feite gebeuren die handelingen nu ook al, alleen later in het proces. En iedereen moet in die voorkant ook wel gepositioneerd zijn om het werk te kunnen doen wat ze moeten doen. En dat geldt natuurlijk voor de politie, dat geldt natuurlijk voor de rechtercommissaris, dat geldt voor de officier van justitie, maar dat geldt niet in het minst ook voor de rechtsbijstandcollega's die de verdachten moeten faciliteren. En dat is in grote toonaangevende zaken nu ook wel zo, maar in de alledaagse zaken is er pas sprake van rechtsbijstand vaak als de dagvaarding al in de bus ligt. En dat is wel een fundamentele verandering die alleen maar kan slagen als het gefaciliteerd wordt met de inspanningen die al zijn benoemd en die ik nog graag een keer herhaal. En wat we moeten wel opletten, denk ik, dat het beeld ontstaat dat als het politieke proces is geëindigd rondom deze wet, dat we dan klaar zijn. En dat dan de problemen worden opgelost. Zo simpel is het helaas. Was het maar, niet. Was het maar soms zo. Je noemt nou net de positie van het verdachte ook in die beweging naar voren. Ik heb nog wat weinig over de slachtoffers gehoord. En ik als hoogleraar victimologie moet dan toch even dat onder de aandacht brengen, dat zul jij snappen. Wat ja. Is de meerwaarde voor het slachtoffer van dit nieuwe wetboek? Het slachtoffer kan eerder invloed aanwenden. En die hoeft minder gemotiveerd aan te geven dat hij of zij inzage wil in onderdelen van het procesdossier. En het, wat je nog zou kunnen zeggen, paternalistische idee dat in de huidige wet nog zit, namelijk dat de officier kan afwegen of het in het belang van het slachtoffer is dat hij stukken krijgt. Dat idee gaat in de nieuwe wetgeving van tafel.
En dat past natuurlijk ook heel erg goed bij de tijd waarin we leven. Als jij nu kijkt naar die komende 5 jaar, we gaan er even vanuit dat dit in het regeerakkoord zijn beslag krijgt, dat dat geld ook vrijkomt. Wat is voor jullie de grootste uitdaging voor jouw organisatie als het gaat over die implementatie? Nou, dat is met grote afstand het IT-vraagstuk. Wat dat betreft is het momentum wel goed van deze nieuwe wet. We zijn druk bezig, dat is net ook gezegd door Dick, met het op orde brengen van onze IV gezamenlijk. Dan is het momentum nu dat we daar stapsgewijs ook de nieuwe wetgeving niet zozeer kunnen inbouwen. Hè, want ik zie het wel heel erg duidelijk als twee belangrijke trajecten die samensmelten in één grote opdracht. Omdat heel veel vanuit de nieuwe wetgeving zal in een digitale vorm uiteraard in onze werelden straks tot stand komen. En zie je daar nog een specifieke rol voor jou als voorzitter van dat bestuurlijk ketenberaad? Want ook in die hele digitale infrastructuur zullen ook informatievoorzieningsprocessen en systemen op elkaar moeten worden afgestemd. Dan moet je dus ook een deel van je autonomie wellicht toch een beetje laten varen. Dat is niet altijd fijn, ook niet als het over de bedrijfsvoering gaat. Welke rol ga jij daarin pakken de komende 4, 5 jaar? Nou, de rol van verbinding is heel erg belangrijk. Overigens doen we dat met elkaar. Wij zijn een collegiaal BKB en daar moet ook iemand voorzitter zijn. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar verbinding is belangrijk. En wat ook heel erg belangrijk is, is respect voor elkaars belangen, maar ook respect voor elkaars knelpunten. En vooral met elkaar in gesprek en niet over elkaar in gesprek vanuit beelden die er nu eenmaal zo af en toe ook bestaan. Het is een gezamenlijke klus en we staan er gezamenlijk voor aan de lat. En ik zeg wel eens, de minister is verantwoordelijk voor de invoering en wij zijn verantwoordelijk voor de implementatie. En daar zit wel een wezenlijk verschil in. Alleen we kunnen die implementatie niet goed uitvoeren als we daar niet in worden ondersteund. Nou, dat is natuurlijk al een paar keer gezegd, hè? Dus ik wil dat niet herhalen. Maar wat wel belangrijk is, vind ik, dat ook in de parlementaire behandeling dat systeem en die balans wel blijft. We begrijpen natuurlijk heel erg goed dat vanuit diverse politieke voorkeuren er allerlei wensen zijn. Maar laten we met elkaar wel dat totale systeem in de gaten houden. Overigens, ook in de wetenschap, niets is voor de eeuwigheid, hè, dat ook deze wet na invoering zo ongeveer al wel weer bijstellingen nodig heeft. Nou, dat is net ook het nodige. Een nieuwe adviescommissie. Ja, een adviescommissie die ook inderdaad met slagkracht en slagvaardigheid ook in Europees verband kan kijken wat naaste stappen moeten zijn die altijd nodig blijven om mee te gaan in de ontwikkeling in de samenleving. Mooi gezegd, Gerrit. Heel veel dank voor dit gesprek. Geen dank. Ja, beste mensen, dan zijn wij ook aan het einde van deze middag gekomen. En ik had de opdracht gekregen om strikt op de tijd te letten, omdat u al 1,5 jaar wellicht ook geen borrel heeft gehad. In ieder geval niet in gezamenlijkheid. Dus vandaar dat ik ook niet al te veel wilde uitlopen. Ik wil allereerst natuurlijk al onze sprekers heel erg bedanken voor de tijd die jullie hier hebben willen besteden. Jullie commitment, ook namens de hele commissie. Corrie Lauwers is inmiddels op de tweede rij. Zwaai even, Corrie. Marianne en André de Jong en het hele team vanuit justitie en eigenlijk alle programmamanagers, heel veel dank dat jullie ook als bestuurders het commitment blijven tonen om uiteindelijk te zorgen dat we met elkaar dit wetboek door de Haagse werkelijkheid gaan krijgen. Maar dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Ik wil ook de Hoge Raad bedanken voor jullie gastvrijheid, dat we hier vandaag mochten zijn. Wij gaan dus dadelijk naar die receptieruimte. Dat wijst zich denk ik vanzelf. En ook daar, nogmaals, hou een beetje rekening ook nog met het feit dat we in een pandemie met elkaar nog zitten. Ik wil ook graag Gert-Jan Verhoog bedanken. Die zit achteraan. Die is de organisator samen met zijn team van het hele event. En dat, kan ik u vertellen, kost ook altijd veel meer werk dan mensen denken. Dus hartelijk applaus voor iedereen en heel veel dank en een fijne borrel. APPLAUS